We gaan eens eventjes kijken wat de bellers vinden. Het breekijzer is: het landbouwbeleid van dit kabinet is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Goedemorgen. Goedemorgen, Nina. Nou, ik denk dat de onmacht of de stagnering in beleid zich niet alleen beperkt tot het landbouwbeleid. Ik denk dat de regering totaal op dit moment helemaal niks meer laat zien. En voornamelijk bezig is om zelf in het zadel te blijven. Het zou voor iedereen beter zijn. In ieder geval voor het land, voor de boeren, voor de mensen in de zorg, voor de mensen die een huis nodig hebben, voor de vluchtelingen. Als de huidige regering gewoon zou opstappen en er nieuwe verkiezingen kwamen, zo snel mogelijk. Daar heb je ook een hoop werk aan. Maar dan daarna kunnen we misschien aan tafel met partijen die überhaupt stappen durven te zetten. Want op dit moment zijn ze niks anders aan het doen dan zelf in het zadel blijven en de rit uitzitten. Want ze weten dat er straks een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. En dat heet BBB. Helder, dankjewel Jan. Ik zie de Kamerleden hier glimlachen bij het idee van nieuwe verkiezingen. Zitten jullie daarop te wachten? Ernst van Volt? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de partij, staan we groter in de peilingen dan we nu zijn. Dus in dat opzicht zou je altijd kunnen zeggen, nou, dat is leuk. Voor Volt is het gunstig. Ja, Volt zou het gunstig kunnen zijn. Maar ik vind het wel lastig, want wat gaan we dan krijgen? We gaan weer misschien wel een jaar onderhandelen. De problemen zijn zo groot. We zien de natuurdoelanalyses. Dus als we het hebben over de druk van de natuur, het is veel erger dan we dachten. Er moeten hele duidelijke keuzes worden gemaakt. Niet alleen op de landbouw, maar er zijn ook andere grote problemen in het land. Stijgende inflatie. Mm-hmm. De armoede groeit, de ongelijkheid groeit. Gaan we dan weer een jaar lang niks doen en onderhandelen om dan uiteindelijk weer op dit niks punt te bereiken? Ja, weer op dit punt te belanden. Ik zie dat ook niet zo zitten, als ik heel eerlijk ben. Laura, PvdA GroenLinks trekt samen op tegenwoordig. In elk geval in Nederland. Europees gezien las ik vanochtend in de krant dat het... Dat was ook nog niet het plan, dus dat wordt als nieuws gepresenteerd. Maar inderdaad, wij trekken samen op in de Tweede Kamer. Kijk, ik denk dat niemand zit te wachten op enig moment op verkiezingen voordat de looptijd van een kabinet voorbij is. Maar dit kabinet doet inderdaad niks. Dus ja, wat heb je aan een kabinet dat geen beslissingen neemt, zeker als de problemen zo groot zijn. Wij hebben enige weken geleden een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet, juist omdat er zoveel onduidelijkheid is over de richting die het kabinet in heeft geslagen. We weten niet waar we aan toe zijn. Hoekstra gaat op enig moment onderhandelen, maar we weten niet wanneer. Ja, dat is een totale impasse waar het land ook niets mee opschiet. Nee. Ernst? Nou, zijn we te streng in Nederland, zeker als je het vergelijkt met andere landen? Ik vind dat altijd wel een interessante discussie. Want wat er eigenlijk is gebeurd, is dat we op die manier een soort plafond hebben neergelegd. Dus we hebben normaal een soepelere norm van hoeveel stikstof er mag uit worden gestoten om een vergunning te verlenen. Maar omdat er zoveel stikstof is en de natuur zo vervuild is met die stikstof, hebben we gezegd, we maken de grens zo laag dat je eigenlijk geen stikstof meer mag uitstoten. Dus dat we het moeten doen met de stikstof die er is. En je zou ook zien dat op het moment dat we de juiste stappen nemen en dat de natuur zich herstelt en we meer in balans gaan leven met de natuur, die norm ook weer omhoog kan. Ja. En dat wordt er nooit bij gezegd. Nee. Nou, dit probleem is echt tientallen jaren oud. Is al die tijd verwaarloosd. De boeren hebben uitgebreid, omdat de overheid die mogelijkheid gaf. In gebieden als de Veluwe en de Peel is de natuur er echt ontzettend slecht aan toe. En dat is gewoon een gevolg van de intensieve veehouderij. En daar moet ingegrepen worden. En als ik nog één ding over die andere Europese landen mag zeggen. Mm-hmm. Ook daar zien we rechtszaken lopen. Maar Duitsland en Denemarken hebben echt een andere manier van hoe zij hun boeren hebben die omgaan met de natuur. Dus Denemarken is heel veel biologische landbouw. Veel minder kunstmest, andere manieren van uitstoot. En Duitsland heeft gewoon vele grotere natuurgebieden. Ja. Waardoor ze veel beter kunnen tegen die stikstofdepositie. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.